Jos Solberg is kunstschilder. De afgelopen jaren liep hij diverse lastige pelgrimsroutes in Europa en verwerkte zijn ervaringen in zijn schilderijen. Jos is ook al jaren actief als vrijwilliger bij Museum Valkenburg. Je typeert jezelf als pelgrim en kunstenaar. Hoe verhouden die zich tot elkaar? Dat is niet zo simpel uit te leggen. Maar in feite zoek ik een beetje hetzelfde. Als ik onderweg ben, dan ben ik eigenlijk op zoek naar ruimte, rust en reflectie. En daar kom ik mezelf in tegen, uiteraard. Dat kan ook niet anders als je zo lang onderweg bent. En datzelfde probeer ik in de kunst uit te drukken. Ik heb een beetje last van deze tijd, van de hectiek van deze tijd. En ik probeer rust terug te vinden in mijn werk. En ik hoop dat de beschouwer dat ook aanvoelt wat ik daar wil zeggen. Ik ben bezig met ruimte in mijn schilderijen. Ik hou het zo rustig mogelijk. Daar ben ik steeds simpeler in aan het worden. Ik heb steeds minder nodig om het te zeggen wat ik wil zeggen. En de reflectie die zit er ook in, omdat ik ook vaak zelf als een symbooltje op het werk sta. En de kunst, wanneer is die in je leven gekomen? Met 16 jaar. Die is er altijd geweest. Heb je dat van huis uit? Of? Nou, mijn vader was ook wel een verdienstelijk tekenaar en die heeft mij eigenlijk op het spoor gezet om les te gaan nemen. En dat heb ik gedaan bij diverse kunstenaars. En van daaruit heb ik mijn eigen coloriet, mijn eigen stijl, mijn eigen gedachtegoed daarin ontwikkeld. En daar heeft ook het wandelen bij geholpen, zeker de laatste 20 jaar. Wanneer ben je begonnen met exposeren van je kunst? Nou, dat is toch ook al lang geleden. Toen de eerste expositie van mij die speelde zich af in de Schouwburg in Sittard. Maar ook op het werk, in de verpleeghuizen, in het ziekenhuis. Dat waren mijn eerste pogingen om naar buiten te treden, eigenlijk. En dat is een soort versnelling gekomen doordat ik natuurlijk, ik werk veel. Ik ben heel actief, maar ik organiseer ook veel. Ik doe ook graag. Ik exposeer nu regelmatig in Duitsland, in België, maar ook in Nederland, tot in het noorden, tot in Amsterdam. Kun je iets meer vertellen over de pelgrimstochten? Welke heeft de meeste indruk gemaakt? Dat was de eerste. Waar was dat? Was naar Santiago. Naar Santiago. En die heb je helemaal gelopen? Ja, vanaf Benoît. Hoe ver is dat? Dat is 2.500 kilometer. Daar had ik 100 dagen voor nodig. 100 dagen? En ik had geen idee waar ik aan begon. Nee? Nee. De voorbereiding was... Nou, dat kun je niet voorbereiden. Nee? Ik was in Benoît. Ik heb daar in het klooster geslapen. De nacht voor ik vertrok. Mijn zoon had me daar gebracht. En daar ben ik echt in paniek geraakt. Toen ik in dat celletje zat boven. Met alleen een wasbak en een kruis aan de muur en een bed. Toen had ik zo'n idee van dit kan niet. Dit is onmogelijk wat je wil gaan doen. En dan was er een lieve mevrouw die me een beetje getroost heeft. En 's morgens heb ik lekker ontbeten en ben ik vertrokken. En toen was het over. Maar dat was gewoon de paniek dat ik dacht van dit is onmogelijk wat je wil. Maar je hoort verhalen van mensen die bereiden dat maanden van tevoren voor zo'n tocht. Nou, wat ik heb voorbereid, dat is dat ik van die hele tocht die ik wilde lopen, heb ik allemaal landkaarten gekocht. Het was 10 meter landkaart, die heb ik hier uitgelegd. En daar heb ik de route op uitgetekend. Dan heb ik dat allemaal in A4'tjes geknipt, daar heb ik een boek van gemaakt. En dat boek heb ik onderweg van bladzijde naar bladzijde gelopen. Was je niet bang voor de eenzaamheid? Daar was ik niet bang voor, maar ik heb wel, ik had van tevoren tochten gemaakt. De Transardense route door België en de Gomroute door Noord-Frankrijk. Om te leren om lang alleen te zijn. Dat moet je een beetje leren, dat kun je niet zomaar. Als je loopt, ben je dan in gedachten al aan het schilderen? Nee. Dat komt vaak veel later pas, als ik al lang thuis ben. En die beelden sla ik wel op. En ik schilder ook nooit exact wat ik gezien heb, want dan kan ik ook een foto maken, dan heb ik dat. Dus wat ik schilder is eigenlijk een fantasielandschap, zou je het kunnen noemen, maar gebaseerd op herinneringen. En het gevoel wat ik daar had. Maak je helemaal geen foto's onderweg? Ja, maar die gebruik ik niet om te schilderen. Want dan ga ik gewoon een kopie maken van het landschap. En dat hoeft niet. Dat vind ik niet interessant. Ja. Ik vind het interessanter om te laten zien hoe ik me daar voelde. Als je zo'n landschap ziet daar beneden. Hoe klein, dat gaat er eigenlijk over hoe klein je in dat landschap bent als je daar alleen loopt. Ja, dat is... En je loopt 4 km/u, dat is je tempo. Harder kun je niet. Ja. Zeker niet op lange termijn. Dus je bent ook nog een slak in het landschap. Ja. Hoe is dit werk tot stand gekomen? Zo'n werk komt tot stand eigenlijk vanuit een gevoel, vanuit een ingeving.
En vanuit de behoefte om het te maken. Dat is belangrijk, dat je ook de aandrang hebt om het te maken. Ik begin meestal gewoon met kleur opzetten in de vlakken. Ik maak geen schets op het doek. Het doek ontwikkelt zichzelf. Gaandeweg zie ik waar het goed is en waar ik vanaf moet blijven of waar ik verder moet gaan. Zo werkt het eigenlijk. Misschien ook interessant, normaal meng je je verf op het palet. Dat doe ik niet. Ik meng het palet nat in nat. Ik meng de verf nat in nat op het doek. Dat heeft een voordeel en een nadeel. Het voordeel is dat alle kleuren met elkaar te maken hebben, omdat elke kleur ook wel ergens in die mengingen zit. Het nadeel is dat ik niet kan stoppen. Dus ik moet af en toe een nacht doorwerken, omdat ik niet durf te stoppen, want ik vind diezelfde kleuren 's morgens niet meer. Okay. En dat heeft te maken met het feit dat ik dat intuïtief doe. Dat is niet beredeneerd. Zoveel van dat en zoveel van dat. Dat gaat gewoon op gevoel. En is dit schilderij dan voor jou wel terug te voeren tot een bepaalde plek? Ja, maar meer een bepaalde sfeer waar ik in heb gezeten. Zo kan ik een sneeuwlandschap maken, omdat ik dat mee heb gemaakt onderweg, zelfs sneeuwstormen. Maar ik ben ook aan de kust in Finisterre geweest, waar je dit soort zonsondergangen hebt. Dus voor mij is het altijd wel een onderdeel ergens op die lange weg, waar ik honderden landschappen tegenkom onderweg. Naast kunstenaar ben je ook actief als vrijwilliger in Museum Valkenburg. Wat zijn je taken daar? Ja, dat ik daar actief ben, dat kun je wel zeggen. Vertel. Ik ben er ooit begonnen met het overnemen van een project, kunstatelier op tafel. Dat was 1 weekend per jaar. En werd mij de vraag gesteld of ik dat wilde organiseren. Dat heb ik ook gedaan. Alleen dacht ik daarna, daar heb ik geen binding met het museum door, 1 weekend per jaar. Dus heb ik gevraagd of ze nog meer te doen hadden. Toen kreeg ik de vonkzaal erbij om in te richten. En toen heb ik naderhand ook de bovenzaal daarbij gekregen. Want daar was ook een wisseling van 4 exposities per jaar. En dat deed ook niemand meer, dus dat heb ik ook op me genomen. Dus dat breidde zich nogal uit, mijn activiteit voor het museum. En uiteindelijk ben ik ook in de grote zalen actief. Want daar doe ik af en toe ook de grote exposities inrichten. En hoe gaat dat in zijn werk? Hoe begin je? Nou, we maken met de expositiecommissie een planning. En als die planning goedgekeurd wordt, dan gaan we aan de slag met de voorbereidingen. En dat betekent zaalteksten maken, dat betekent affiches, flyers ontwerpen. Dat betekent contact leggen met de kunstenaars, atelier bezoeken bij de kunstenaars. Dus daar gaat er al wat tijd aan vooraf. En waarop wordt de keuze voor de kunstenaars eigenlijk gebaseerd? Nou, dat is veel afhankelijk natuurlijk van het tijdperk waarin die kunstenaars geleefd en gewerkt hebben. En het museum is nogal gericht op het tijdperk Charles Eyck en alles wat daaromheen gebeurde in de Limburgse kunst. Het museum Valkenburg richt zich op Limburgse kunst. Kunst voornamelijk, ja, ja. Ik maak wel eens een uitstapje, boven kan ik me dat permitteren. Ook om eens jongeren aan het woord te laten daar. En af en toe zelfs een buitenlander uit België of Duitsland die ik dan eens laat meedoen. Maar hoofdzakelijk zijn het mensen uit Limburg die daar exposeren. Ja, en er zijn ook kunstenaars die er niet meer zijn. Ja, dat is... En hoe gaat dat dan in zijn werk? Dat komt regelmatig voor. En dan moet je dus bij de familie te raden gaan die nog leeft. En dat doe ik dan ook met Rezi samen. En zij kent veel mensen uit haar verleden als... Rezi van Voort. Als galeriste heeft zij natuurlijk een enorme kennissenkring op dat gebied. En daar putten we eigenlijk uit. En dan gaan we samen een atelierbezoek of een familiebezoek in dit geval. Ja. En dan probeer je zo'n mooie mogelijke collectie samen te stellen. Ja. En dat 4 keer per jaar wisselen? Dat is 4 keer in de grote zaal. Dat is 4 keer in de vonkzaal. Dat is 4 keer boven. En dat is ook nog apart soms 4 keer de Charles Eyckzaal. Dus ja. Dat gaat niet om 4 exposities per jaar. Ja. Hoe ben je betrokken geraakt bij het museum in Valkenburg? Doordat ik de vraag kreeg. Toen heb ik 1 jaar zelf meegedaan als kunstenaar om te ervaren hoe het georganiseerd werd. En het jaar erop heb ik het zelf georganiseerd. Dat was mijn binnenkomst in het museum. En het zijn allemaal vrijwilligers? Ja, ja. Ja. Dat is eigenlijk ongelooflijk, hè? Dat is heel mooi dat dat nog kan. Dat dat nog kan? Ja. Ja. Denk je ook dat je nog lang doorgaat? Als het aan mij ligt, voorlopig wel, ja.
Want ik vind er heel veel voldoening in. Niet alleen het inrichten wat ik graag doe, een stuk organisatie wat eraan vast zit, maar vooral de kennismaking met de kunstenaars, het atelier bezoeken. Je komt op plekken waar je normaal niet komt. En dat vind ik heel mooi. Laatste vraag. Waar ben je trots op? Nou, ik vind trots altijd een moeilijk woord. Ik ben zelden trots. Dat vind ik een raar woord. Wat geeft je een voldaan gevoel? Ja, waar ben je tevreden over? Of wat maak je blij? Ja? Of dankbaar, noem maar een paar dwarsstraten. Nou, de eerste plaats natuurlijk als de schilderij gaat zoals ik wil dat het gaat. Dat is niet altijd het geval. En in de tweede plaats natuurlijk de ontmoeting met mensen. Dat maakt mij gelukkig. En als een werk verkocht wordt, dan ervaar ik dat ook als een stukje waardering of erkenning. Dat ik toch dingen doe die andere mensen ook aanspreken. Want voor mij is kunst communicatie. En dat moet ik wel voelen. Dat ik communiceer met mensen met mijn werk.